Goeiedag. Wist u dat als u een Mercedes rijdt, u ook gebruik kunt maken van Mercedes Me? Bij voertuigen van ongeveer 2015 tot en met nu heeft u vaak Mercedes Me ingebouwd. Auto's die wat ouder zijn, van 2002 tot en met 2014, hebben vaak een adapter nodig om gebruik te kunnen maken van Mercedes Me. Via Mercedes Me staat u in verbinding met uw auto middels een app op uw smartphone. Ideaal, u kunt dan allerlei informatie zien over de auto. En in het geval van de nieuwe Mercedes Me voertuigen die dus ingebouwd hebben, kunt u ook vanaf de app allerlei zaken bedienen. Nu gaan we het even hebben over de Mercedes Me adapter. Dus heeft u een auto die wat ouder is, dan kunt u gebruik maken van de Mercedes Me adapter. Deze adapter plaatsen we in uw auto. U installeert een app op uw telefoon. En via die app kunt u allerlei dingen zien over de auto. Bijvoorbeeld uw brandstofniveau, de laatste opgeslagen locatie als u parkeert. U kunt ook parkeerplaatsen zoeken. U kunt ook zien hoe de laatste ritten hebben plaatsgevonden, dus uw verbruik en het aantal kilometers. En u staat in verbinding met de serviceafdeling. Dus het is makkelijker om in contact te zijn voor onderhoud. Deze adapter kunnen we gratis bij u installeren. En op dit moment bieden wij de service aan dat u de adapter vanuit huis kunt installeren. We sturen de adapter naar u op. En er zit een instructiesheet bij. Daarop staat helemaal uitgelegd wat u moet doen. U neemt even contact op met ons en wij zorgen ervoor dat de Mercedes Me adapter helemaal werkt. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat kunt u vinden op gomez.nl/me. In het doosje van de adapter zit een klein dubbelzijdig tapeje met glitterband gevoegd. Dit voorkomt dat het klepje kan gaan rammelen op het moment dat de adapter in de opening zit.